Hallo allemaal, salam alaikum. Ik ga vandaag super lekkere pistachebonbons maken. En het is ook echt super simpel om te maken. Voor dit recept heb ik als maatbeker 1 glas gebruikt. En ga je van alles dezelfde hoeveelheid gebruiken. Ik heb een glas van 250 milliliter. Heb ik 1 glas olie. Dan doe ik er 1 zakje vanillesuiker erbij. En dan doe ik er ook nog ongeveer een halve glas suiker. Omdat de pistachecrème die ik erbij ga doen best wel zoet is. Dus ga ik er een beetje minder suiker bij doen. En dan ga ik dit eventjes 2-3 minuten goed mixen met de staafmixer. Ik maak mijn cakes altijd met de staafmixer. Dan doe ik er 1 glas melk bij. En dan ga ik het weer 2-3 minuten goed mixen. Dan doe ik er 4 eieren erbij. Als je niet precies weet hoeveel eieren je gebruikt, omdat je natuurlijk verschillende grote glazen hebt, dan doe je de eieren eerst in een glas. En je hebt dan precies 1 glas of beker die je als maatbeker hebt gebruikt vol. Dus de hoeveelheid moet hetzelfde zijn als olie en zo. Ik heb hier dus 4 eieren dan gebruikt. En dan ga ik dit ook weer heel goed mixen. Weer 2-3 minuten goed mixen met de staafmixer. Ik doe er dan 1 glas bloem bij en 1 zakje bakpoeder. En dan ga ik dit goed mixen en dan doe ik er nog een glas bloem erbij. Als je het hebt gemixt tot een gladde beslag, dan doe je er nog een glas bloem bij. Dus 2 glazen bloem doe je erbij. Ik heb dan een halve pot, dus 100 gram pistachecrème erbij gedaan. En dan ga ik het weer goed mixen. De pistachecrème is best wel zoet, dus pas op met suiker, dat je niet te veel suiker bij de cake doet in het begin. Doe de beslag dan in bakvorm. Ik heb hier met bakpapier. Ik heb eerst bakpapier erop gedaan en dan heb ik de beslag erin gedaan. De oven heb ik voorverwarmd op 170 graden en dan laat ik het ongeveer 40 minuten in de oven totdat het mooi goudbruin uitziet. En als het nog niet goudbruin uitziet, niet de oven open doen. Laat het dan nog in de oven staan totdat totdat het mooi goudbruin is. Elke oven is natuurlijk anders en daar moet je even kijken. Als het mooi goudbruin uitziet, dan ga je met satéprikker in het midden prikken en als het klaar is, ja, dan kun je het eruit halen. Toen de cake klaar was, had ik ongeveer 100 milliliter melk eroverheen gedaan. Heb ik met de kwast een beetje overal gedaan. Heb ik het laten staan en even laten afkoelen. En ondertussen heb ik dan pistache gemaald. Ik heb de schil eraf gehaald en dan fijn gemaald in de keukenmachine. De cake heb ik dan in een kom gedaan. Dan heb ik er 1 pak roomkaas erbij gedaan. Ongeveer 300 gram roomkaas heb ik erbij gedaan. Ik ga dan met de handmixer goed mixen totdat je geen dikke klonten meer hebt. Het is dan een zacht, kruimelig deeg. Het moet natuurlijk ook heel plakkerig zijn, zodat je er ook balletjes van kunt maken. Maak er dan mooie balletjes van. Laat je het even aan de kant staan. En dan ga je de witte chocolade laten smelten. Ik heb witte chocolade in een klein pannetje gedaan met een heel klein scheutje zonnebloemolie. Heb ik het op een heel laag vuur laten smelten. En daarna doe ik de balletjes, 5, 6 stuks, doe ik steeds in een pannetje. In gesmolten witte chocola. Dan ga ik met behulp van 2 vorken, zeg maar, kijken dat de balletjes helemaal onder chocola zitten. Ja, en dan leg je de balletjes op bakpapier. Voordat je de chocoladebonbons in de koelkast doet, heb ik een beetje pistache fijn gemaald. En dat heb ik dan over de gesmolten chocola nog gedaan. Dat moet je echt doen als de chocola, zeg maar, nog niet hard geworden is, want anders valt de pistache er natuurlijk af. Dus voordat ik het in de koelkast heb gedaan, heb ik er nog een beetje gemalen pistache op gedaan. Als het in de koelkast was, ziet het dan zo uit.
Je kan dan die randjes dan eraf halen, zodat je mooie baltjes krijgt. Deze heb ik dan even laten zien hoe dat gaat. Maar dat heb ik niet bij allemaal gedaan, want de witte chocola is natuurlijk gewoon lekker. Ziet er natuurlijk dan niet zo heel mooi uit, maar het is wel ja, gewoon lekker. Dus ik heb bij de meeste ook gewoon zo gelaten. En zo zijn de baltjes dan geworden. Ze zijn echt super lekker en iedereen was er echt dol op. En ik hoop dat jullie dit ook gaan maken. Zoals jullie in het filmpje hebben gezien, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te maken. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou ik super leuk vinden. En tot de volgende keer, inshallah. Doei!